Spang Makandra heeft gisteren 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw, haar scholarship voor vrouwen in ICT en digitale media gelanceerd. De Spang Makandra Next Generation Women in ICT and Media Scholarship. Deze scholarship zal toegekend worden aan vrouwelijke talenten in Suriname. Hiermee wil de organisatie de participatie van vrouwen in de ICT-sector verbeteren. Ook vanuit een economisch perspectief is het bijzonder belangrijk om vrouwen te stimuleren een carrière in de ICT-sector te beginnen, zegt Spang Makandra in een persbericht. De scholarship bestaat uit een trainings- en coachingstraject en zal 4 maanden lopen. Voor dit programma kunnen alle getalenteerde vrouwen van Suriname, zowel studenten als ervaren professionals, zich aanmelden. Spang Makandra is vooral op zoek naar vrouwen die actief hun eigen potentieel willen versterken, zichzelf herkennen in probleemoplossend vermogen en creatief denken. Ook vrouwen die van de technologie en digitale media houden zijn welkom.